je niet liever de mol? De goede vraag. Palingworst. Want Kim doet het natuurlijk hartstikke leuk. Yay! Ja, kijk, daar ga ik gewoon heel eerlijk op antwoorden. Mijn kleine meisjes, de vreemd. Kom bij, mijn kleine meisje. Hoi, welkom bij een nieuwe video. En in deze video ben ik bij de première van Hoe tem je een draak, deel 3. En in deze video ga ik voor jullie de stemacteurs interviewen, dus kijk maar lekker mee. Wie speel jij in deze film? Ik mag de stem inspreken van Hickey. En Hickey, dat is eigenlijk die man die je op die draak ziet staan. En jij hebt natuurlijk de voorgaande delen ook al gedaan. Ja. Was het daarom moeilijker of juist makkelijker te doen? Want als het moeilijk... Ja. Ja. Nou, het wordt wel wat makkelijker omdat je natuurlijk het personage al wel kent. Maar in die eerste film is Hickey echt nog een heel klein jongetje. En in de tweede film was hij al wel wat ouder. En in deze film is hij weer wat ouder. Dus dat was een beetje zoeken. Maar het is... Ja, het is altijd onwijs leuk om te doen, maar het maakt het wel iets makkelijker als je al een paar delen hebt gedaan. En natuurlijk aan het einde van deel 2 werd Hickey en Astrid een beetje verliefd op elkaar. Ja. Wie is nou jouw secret lover of jouw secret crush? In het echt? Ja. Oh, in het echt. Een secret crush. Oh, jeetje. Wat een goede vraag dit zo om 9:30 's ochtends. Jeetje, ja, ik vind eigenlijk altijd heel veel mensen heel erg leuk. Ik hou van al mijn vrienden en daar heb ik stiekem ook altijd een crush op. En dan zie ik ze dingen doen en dan moet ik ook altijd lachen of het ontroert me. Dus ik heb denk ik altijd wel een secret crush op gewoon op mijn vrienden. Ja. En wat is nou de leukste zin die je mag inspreken in deze film? Nou, wat altijd heel leuk is in deze film is dat je heel veel moet gillen en... Dat vind ik altijd heel leuk om te doen. Ook wel redelijk gevaarlijk, want als je dat te vaak doet, ben je gewoon je stem kwijt. Dus daar moet je wel een beetje voorzichtig mee doen. Voorzichtig mee zijn. Maar ja, deze film is heel erg, toch heel erg emotioneel. Dus er zitten hele mooie scènes in met Hickey en Tandloos, de draak. Want Tandloos, die praat natuurlijk niet terug, want dat is een draak. Maar toch zie je aan zijn ogen dat hij terugpraat. En ik denk dat dat wel de mooiste scènes zijn geweest die mij het meest zijn bijgebleven. Maar dat zit hem dan niet per se in tekst, maar meer in hoe die twee op elkaar reageren. En nou, je hebt het net al een klein beetje verteld, maar wat is nou de boodschap van de film? Ja, daar zitten er denk ik meerdere in. Ik denk vriendschap is sowieso een goede boodschap. Ja, en dat houden van ook een beetje loslaten betekent. Elkaar de vrijheid gunnen en geven als je van iemand heel erg houdt. En dat het loslaten proces, dat daarbij hoort. En verder ook gewoon genieten, denk ik. Wat kunnen we van jou nog in de toekomst verwachten? Oh, als ik een glazen bol had gehad, dan had ik je alles kunnen vertellen. Ik weet het niet. Ja, ik hoop dat ik nog steeds de dingen mag blijven doen die ik nog steeds doe. Dus dat is bijvoorbeeld inspreken, ook acteren, presenteren. En ik hoop dat ik dat mag blijven doen. Ja, je weet het niet. Ja, misschien houdt het vorig jaar allemaal op. Dus daarom geniet ik hem nu maar met volle teugen van. En verder weet ik het niet. Nee, maar ik hoop eigenlijk stiekem op een deel 4. Wie speel jij in deze film? Ik speel in deze film Astrid. En Astrid is een best wel een pittige tante. Don't mess around with this lady. Nee, want als ze gevaar dreigt of... ze wil gewoon meteen hup, de vuisten erop af, weet je wel. Echt, jongens, maakt niet uit. Geen verschil. Meiden kunnen net zo goed vechten. En ze is ontzettend lief. Want ze heeft heel veel liefde voor de draken gekregen door Hickey. Maar ook heel veel liefde voor Hickey. En dat wordt wel iets heel bijzonders zo direct. En Astrid is een hele stoere vrouw, zoals je net al zei. Wat is nou het stoerste wat jij ooit hebt gedaan? Het stoerste wat ik ooit heb gedaan? Wow. Moet ik even nadenken. Ik denk het stoerste wat ik ooit heb gedaan... Oh ja, ik weet dat. Wat het stoerste wat ik ooit heb gedaan is dat ik merkte dat er een hele irritante jongen bij een hele oude dame. Dus die oude dame die kan nooit zo sterk zijn als die stoere jongen. En die was heel vervelend en opdringerig. En toen ben ik ertussen gegaan en toen heb ik gezegd, kan je alsjeblieft ophouden?
En toen was ik wel een beetje bang, moet je toegeven, want ik wist niet wat er ging gebeuren. Maar ik had alleen mijn oog eigenlijk voor die oude dame, want ik vond het toch wel een beetje gevaarlijk. En toen, wonder boven wonder stopte die. En toen was ik toch wel trots. Had ik wel zoiets, ging ik wel naar huis met een soort van stoer gevoel van, oké, met praten lukt het dus ook. Goede les voor Astrid misschien. En wat was nou het favoriete zinnetje wat jij mocht zeggen in deze film? Want ik geloof in jou. Dat is een zinnetje. Ik ga niet verraden waar die komt, tegen wie ik het heb, dat ga ik niet zeggen. Maar als die zin komt, die komt echt vanuit mijn hart. Ja. Je hebt eerdere deels natuurlijk ook al gedaan. Was het daardoor moeilijker of juist makkelijker om het in te spreken? Makkelijker wordt het niet altijd. Wel dat ik Astrid beter leerde kennen, of beter ken. Alleen Astrid had natuurlijk eerst het deel, was een heel ander meisje en ze groeit ook op. Dus ze groeit ook in wie ze is. En dat moest ik natuurlijk ook meespelen, dus dat vond ik wel spannend. Maar toen ik hoorde dat we deel 3 gingen maken, werd ik helemaal gek. Ik werd helemaal gek, ik was zo blij. Ik zei, oh my gosh, Pat, we gaan weer. Dus dus het was gewoon heel fijn. Patrick hoopt ook op een deel 4, zei hij. Ja, stiekem wel, hou op schuit. Ja, we willen allemaal deel 4, maar ik weet niet wat er gaat gebeuren. Maar ja, kijk maar zelf. En misschien spreek je hierna nog, weet ik niet. Maar kijk zelf en kijk wat in jouw fantasie hierna zou kunnen gebeuren. Ik kan niks zeggen. De film is niet normaal gaaf. Als je die bril op hebt, het is net alsof je erin gezogen wordt. Maar niet alleen dat. Op het moment als je iets ziet, ik kan nog niet raden wat. Maar als jij de kleuren ontmoet, dan wil je nooit meer weg. Ik werd helemaal verliefd. Ik wil daar nooit meer weg. Wat kunnen we nog van jou allemaal verwachten in de toekomst? Er komt een hele toffe film uit. Mijn bijzondere week met Tess. En dat is een jeugdfilm. En dan speel ik een pleegmoeder. Maar het is een hele aparte situatie. Daar kan ik niet heel veel over vertellen. Maar het wordt heel tof. En vooral hoe de film eruit ziet, dat wordt echt te gek. Het gaat over een heel, heel bijzonder meisje. Super verrassend. Ik ben Kim van Kim's Vlog en ik maak filmreviews voor Pathé vanuit het kinderoog. Wie speel jij in deze film? Ik speel Hork en Hork is een viking die heel veel schreeuwt. Ongeveer 10 zinnetjes. En heel veel zegt. En past het karakter van jouw rol een beetje bij jouzelf? Nou, het aardige is dat ik heb een kleine lichte accent. Beetje Amsterdams, beetje Noord-Hollands. En vikingen hebben, zeker in de Engelse versie, hebben ook een soort accent. Dus voor mij was het best wel grappig om een viking te doen met een licht Amsterdams accent. Dus het past wel een klein beetje, ja. En wat is nou de boodschap achter de film? Ja, wat is de boodschap achter iedere film? Heb je dat al door na al je... Nee? Ik denk liefde, geduld, houden van, doorzetten. Dat zijn wel een beetje de thema's die veel films hebben. Ja. En wat kunnen we van jou nog in de toekomst verwachten? Nou, ik hoop dat ik nog heel veel stemmen in mag spreken, want ik vind het ontzettend leuk om te doen. En ik maak televisieprogramma's, dus ik hoop dat ik nog heel veel leuke televisieprogramma's mag maken. Nou, het was superleuk met alle bekende Nederlanders. En vrijdag komt de review, dus vergeet die video ook niet te kijken. Dus vonden jullie het een leuke video? Geef dan natuurlijk zoveel mogelijk duimpjes omhoog. Abonneer op het kanaal en zet natuurlijk vette leuke reactie onder de video. Zie ik jullie in de volgende video weer. Doeg!